Ja, de digitale agenda heeft echt nood aan open innovatie. We moeten echt multidisciplinair gaan samenwerken. We moeten alle kennis en expertise die we in België hebben echt gaan bundelen. Vanuit de universiteiten, vanuit het onderzoek, maar ook de industrie, start-ups moeten hun deel daarin doen. En die kennis samenbrengen gaat echt zorgen voor creatieve, nieuwe, innovatieve oplossingen die we dan ook kunnen uitrollen over de maatschappij. België moet echt een leiderschap op zich nemen om die kennis die in België bestaat rond energie, rond hernieuwbare energie, om dat samen te brengen en dat te combineren met een digitale agenda, een digitale economie, het gebruik van data. En daar moeten we natuurlijk voor zorgen dat we nadenken, mee nadenken, om te zien hoe we regulatie moeten aanpassen of dat we nieuwe regulatie nodig hebben om bijvoorbeeld de privacy van een eindgebruiker te gaan beschermen. Maar tegelijkertijd moeten we ook ervoor zorgen dat barrières die vandaag bestaan om nieuwe innovatieve oplossingen uit te rollen, dat we die zo snel mogelijk wegwerken, zodat we effectief die leiderspositie in België op ons kunnen nemen. Dans un système énergétique où la production est plus renouvelable et plus variable, la demande d'électricité doit être mieux adaptée à l'offre. C'est pourquoi, sous l'impulsion du gestionnaire du réseau à haute tension Elia, les entreprises belges de réseaux d'électricité ont lancé IO Énergie, c'est-à-dire l'Internet de l'énergie. C'est une plateforme de communication dans laquelle le consommateur joue un rôle actif. We zijn er absoluut van overtuigd dat je maar vooruit kan gaan als je ook aan de eindklant meer biedt. Ofwel een lagere prijs, ofwel zorgt dat hij meer comfort kan krijgen. Concreet wil dat zeggen dat iemand die geïnvesteerd heeft in een elektrische wagen of iemand die zelfs gewoon een elektrische boiler bij zijn thuis heeft, dat hij die flexibiliteit optimaal kan gebruiken. Dat in plaats van dat hij op een vast uur elke dag zijn warm water zal gaan produceren, dat hij dat zal doen op het moment dat voor hem het voordeligst is en ook voor het systeem het voordeligst is. Les modifications sont perceptibles partout dans le réseau électrique, de la haute tension à la basse tension. C'est pourquoi les gestionnaires de réseaux de distribution se sont également engagés dans le projet. Dans le cadre de la transition énergétique, avec plus de production décentralisée, renouvelable, intermittente et avec plus d'électrification, les gestionnaires de réseaux doivent relever deux défis. Équilibrer l'offre et la demande et d'un autre côté, un risque de congestion accrue. Alors pour relever ces défis, les gestionnaires de réseaux ne vont pas le faire tout seuls. On va essayer de mettre le consommateur au centre de cette transition énergétique et on va l'inviter à participer à la transition énergétique en déplaçant sa charge à des moments où il y a plus de vent et plus de soleil. Au moins de congestion. Wij kennen veel over het beheer van netwerken, maar vandaag moeten we een stapje verder zetten. Het gaat over digitalisering, het gaat over nieuwe producten ontwikkelen. Wij hopen met corporate apps te ontwikkelen, samen met ook kleinere start-ups, om op die manier totaal nieuwe producten te ontwikkelen die ons ook mee zullen helpen om juist die energietransitie onder controle te houden en meehelpen de klimaatdoelstellingen te realiseren. La base de l'IO Énergie est une plateforme de données centrale qui échange en permanence des informations sur la production et la consommation. Des parties externes peuvent développer des services sur cette plateforme. Par exemple, un signal qui vous permet de ne consommer que quand le prix est bas. Près de 90 entreprises, appartenant à différents secteurs, prennent part à une série de projets tests. Proximus est l'une d'elles. Ik ondersteun enorm met Proximus IO Energy, want ik vind het gewoon een geweldige initiatief waar we echt proberen verschillende actoren samen te brengen om een nieuw ecosysteem te creëren rond energie. En eigenlijk in die ecosysteem kan Proximus denk ik een belangrijke rol spelen ook als acteur in het Internet of Things, in het brengen van bepaalde applicaties naar consumenten, maar ook naar bedrijven. Wij werken samen met de Smart Grids, we werken samen met Basics rond Smart Buildings, dus er zijn verschillende use cases waar denk ik Proximus de link kan zijn, ook fysisch dan, tussen verschillende partijen. Au cours des prochains mois, les idées seront développées et on examinera quelles sont les applications qui peuvent fournir un bon business model. Le hub d'innovation CO Station coordonne ces développements. Wij hopen tegen begin 2020 met concrete initiatieven naar de markt te komen. Dit hangt echter wel af van een aantal randfactoren. Dat het gaat over wetgeving, dat gaat over de regulator die ook mee aan de kar moet trekken. Dat hangt ook af van de consument die klaar moet zijn om nieuwe initiatieven thuis te implementeren.